Wij zijn de ontwikkelaar van dit gebouw. We hebben het gebouw ruim een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, gekocht van de gemeente. En wij gaan hier nu appartementen ontwikkelen in het oude stadhuis, wat nu het stadshuis gaat heten. Stadshuis, dat lijkt een beetje op plagiaat. Hè? Nou, het leek ons een mooie woordspeling. Ja, ja. Het refereert nog een beetje naar de oude functie. En het moet echt een huis worden voor de mensen midden in de stad. Dus het mooie stadshuis, het leek ons heel toepasselijk. Met een parkeergarage mooi dichtbij. Klopt, alle voorzieningen dichtbij. De bibliotheek dichtbij. Parkeervoorzieningen, alle centrumvoorzieningen. Dus een ideale plek. Ik heb begrepen dat het monument ook blijft. Dat klopt. De plannen moeten nog definitief worden. Maar zoals het er nu voor staat, gaan we het wel een andere plek geven. Maar wel aan die kant van het stadhuis. Hoeveel appartementen worden dat in totaal? 92. En hoeveel daarvan is verkoop en hoeveel huur? Wij denken nu aan 26 woningen in de huur en de rest is koop. En de huur zijn allemaal vrije sector huur. En hoeveel procent moet er verkocht zijn voor u begint te bouwen? Nou, wij willen ongeveer de helft van het aantal woningen verkocht hebben. CQ aan de belegger verkocht hebben. Dus als wij naast de 26 woningen nog ongeveer 20 woningen verkocht hebben, dan gaan wij het besluit nemen om te starten met de bouw. En dan gaan wij ervan uit dat de rest van de woningen of al wel verkocht is voor oplevering, want we gaan anderhalf jaar bouwen. Maar dat is ons voldoende om het risico te nemen om te gaan starten met de bouw. Die appartementen, hoe groot zijn die? Dat varieert. Zeg maar, de kleinste appartementen zitten zo rond de 65, 70 vierkante meter. En de grootste appartementen zo rond de 100. En daar zitten ook allerlei variaties tussen. En penthouse? Ja, penthouse. Die zullen nog ietsje groter worden. Maar dus er zit een brede variatie in woningen. Nu, verwacht u nog problemen met bijvoorbeeld de asbestsanering? Dat hebben we allemaal geïnventariseerd. Toen we het pand kochten, hebben we het helemaal onderzocht. Er zit hier inderdaad asbest in, maar dat gaan we allemaal verwijderen. Dus dat zit in het hele sloopplan. We gaan het gebouw strippen. En dan gaan we het bestaande casco gebruiken. En dan wordt alle asbest wordt verwijderd. Nou, ik heb er wel vertrouwen in. De zaal was goed gevuld. En dit is de eerste keer dat we ons gemeld hebben. En ik ben heel blij met de belangstelling. Dus ja, we hebben wel vertrouwen in dat we hier snel aan het bouwen gaan.